In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, één God. Amen. Christus Anesti. Elisos Anesti. Bij Christus aftonf. Geen om is meer aftonf. El Messiehu kam. Bil hakikati kam. Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. Zoals de Heer is verrezen voor alle natieën, zeggen wij het in alle talen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag gaan we het hebben over wat de verrijzenis heeft betekend in het verhaal van verschillende personages die betrokken waren bij de verrijzenis van de Heer. We gaan het hebben over hoe de verlossing van een pijnlijke gebeurtenis, een gebeurtenis waarin mensen de hoop verloren, een gebeurtenis waarin mensen alleen maar ellende zagen, is geworden tot een symbool van kracht, tot een symbool van hoop, tot een symbool van eer en tot een symbool van waarheid, van wat er allemaal kon gebeuren. We gaan jullie meenemen aan de hand van de verhalen van dus drie personages. De eerste personage is Maria Magdalena, het tweede personage is Sint Petrus de discipel en het derde personage is Sint Thomas de discipel. We gaan kijken dus naar de verlossing en de verrijzenis. Maria Magdalena is ons eerste personage waar we naar kijken. Maria Magdalena was bezeten door meerdere demonen en de Heere Jezus had haar daarvan verlost. We moeten kijken in de geest van die tijd. Wat betekent dat voor de persoon? De persoon die bezeten was door demonen werd toen in die tijd gezien als een zondig persoon. Daarnaast was het een vrouw. Dus als we kijken naar waar zij staat in haar eer, zou zij niet van een hele hoge klasse zijn. En juist deze vrouw is de vrouw die wordt uitgekozen door God voor de grootste boodschap die er komt in de mensheid. Vanaf Adam en Eva, vanaf de eerste mens, wachten wij op de verlossing en de verrijzenis die komen gaat. En de eerste persoon die de Heere Jezus mag zien nadat hij opstaat uit de dood en verrezen is, is Maria Magdalena. En de eerste persoon die mag verkondigen dat de Heere Jezus is opgestaan, dat het verlossingsverhaal compleet is, is Maria Magdalena. Als zij gestuurd wordt of als zij gaat naar de discipelen toe om de blijde boodschap te brengen. Dus niet een man. En ook niet een man die zonder of met heel weinig zonde is. Nee, maar een vrouw en die bezeten was door demonen. Dat is de persoon die zondige, die berouw heeft, die terugkomt bij de Here. En een vrouw, dat is de persoon die wordt uitgekozen om het verkondigen of om het verlossingsverhaal te verkondigen. Dus een mevrouw die heel laag in de eer staat, die wordt verrezen door God tot een hele hoge standaard in eer. Een vrouw die eigenlijk niet zoveel betekende en een van de vele volgelingen was, tot een van de grootste in het verlossingsverhaal. Ze speelt een hele belangrijke rol. Dus God geeft ons de verlossing, God verrijst uit de dood en Maria Magdalena heeft haar stukje gespeeld door zelf met God te verrijzen en haar stukje te doen en God geeft haar de eer. Na het eervolle verhaal, de eervolle verrijzenis van Maria Magdalena's eer, gaan we naar Sint Petrus. Zoals jullie weten was Sint Petrus misschien wel een van de meest impulsieve discipelen van de Heere Jezus. Was het misschien wel iemand die te spontaan was, misschien iets meer in zijn daden zat dan in zijn woorden. En misschien iemand die af en toe wel snel dingen deed waar hij spijt van kreeg. En wie was er altijd om hem daaruit te halen, om hem daaruit te redden? De Heere Jezus. De Heere Jezus was er toen hij ging lopen op het water en opeens de hoop verloor en ging zinken. De Heere Jezus was er toen hij in al zijn passie het oor van de soldaat afhakte en de Heere Jezus die weer maakte tijdens Gethsemane. En de Heer was er eigenlijk altijd als Sint Petrus weer ging twijfelen en zijn hoop verloor. Op het moment dat er van Petrus werd verwacht dat hij er dan terug zou zijn voor de Heer, op het moment dat Jezus de alle moeilijkste momenten in zijn leven doormaakte, de momenten van de kruisiging en de momenten die daar vooraan vooraf gingen, was Petrus nergens te vinden. Petrus had op dat moment de Heere drie keer verloochend. Hij had drie keer aan de mensen gezegd dat hij niet wist wie dat was, dat hij hem niet kende. En op dat moment, toen de haan kraaide wat de Heere Jezus hem ook had gezegd, was hij al zijn hoop kwijt. Hij was zijn hoop kwijt en hij weende bittere tranen. De dagen nadat de kruisiging plaats had gevonden, was Petrus dan ook echt op het dieptepunt van zijn leven. Hij wist niet waar hij het zoeken moest, hij wist niet wat hij met al die nare gevoelens aan moest. En de persoon die hem altijd uit de penarie haalde, die was er opeens niet meer. Waar was de Heer Jezus? De Heere Jezus was niet meer. Of in ieder geval niet meer zichtbaar.
En op het moment dat Maria Magdalena inderdaad naar de discipelen toekwam en had gezegd, de Heer is verrezen, de Heer is verrezen, was hij ook als allereerste, samen met Johannes, gingen zij naar het graf om de Heer Jezus daar te zoeken, om te kijken, om te verifiëren, omdat ze toch niet helemaal geloofden wat Maria zei, om te verifiëren of dat waar was. Waar is de Heer Jezus dan? En ze kwamen daar en het graf was inderdaad leeg. En daar zien we dat Sint-Petrus toch nog genoeg liefde had voor de Heer Jezus om naar hem te blijven zoeken. Maar zijn hoop was hij wel kwijt. Zijn hoop was weg. En we zien ook dat in de dagen daarna, in de dagen dat de Heer Jezus bleef verschijnen aan de discipelen, zien we dat in de tussentijd, dat op het moment dat Sint-Petrus eigenlijk niet meer verwacht had iets te betekenen voor de beginnende kerk, omdat hij geen hoop meer had, dat hij al zijn zelfvertrouwen kwijt was, omdat hij dat allemaal had gedaan, omdat hij de Here had verloochend, omdat hij hem had verlaten in het moment van het kruis, had hij geen hoop meer. Dus we zien dus dat hij toen ging vissen. Hij verviel eigenlijk weer in zijn oude patronen. Hij was natuurlijk een visser en toen het verhaal voorbij leek te zijn voor hem, de Heer was opgestaan, nou ja, we weten toch niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen, wat mijn rol is, wat mijn betekenis hier. Ik ga maar weer vissen. En de Heer Jezus heeft hem toen weer uit de penarie gered, want hij heeft toen tegen hem gezegd, Petrus, hou je van mij, hou je van mij, hou je van mij. Hij heeft het 3 keer aan hem gevraagd, waarop Sint-Petrus 3 keer bevestigend heeft geantwoord, want er met zijn liefde was niks mis. En op dat moment heeft de Heer Jezus aan hem gevraagd of hij zijn kudde wilde weiden, of hij voor zijn schapen op aarde wilde zorgen. En dat was het moment waarop Petrus zijn hoop weer terug had hervonden, waarop hij excuses kon maken aan de Heer en waarop hij het besluit had genomen om weer de discipel te zijn die hij voorheen was geweest, om die persoon te zijn die het christendom kon gaan brengen, zoals we bijvoorbeeld lezen in de Handelingen. Dus we zien dat de verlossing, de verrijzenis van de Heer, hem heeft gerezen van een plek van hopeloosheid naar hoopvol. Plek van hoop. En de Heere Jezus heeft dat voor hem kunnen doen. Sint-Petrus heeft dat op kunnen pakken en is daarmee verder gegaan. Van een discipel die zijn rol was verloren door wanhoop en een verrijzenis van hoop laat zien, gaan we over naar de volgende. En dat is Sint Thomas. Een verrijzenis van de waarheid. Sint Thomas was de meest sceptische over het opstandingsverhaal. Hij geloofde het niet toen Maria van Magdala binnenkwam en de andere discipelen binnenkwamen dat de Heere Jezus niet meer in het graf lag en dat hij opgestaan was. Hij heeft gezegd, ik geloof het pas als ik het zelf met mijn eigen ogen kan zien en als ik mijn vingers in de wonden en in zijn zij kan steken. En dan zien we de Heere Jezus verschijnen en dit keer waar Thomas wel bij is. En dan in nederigheid, de groot God die verrezen is in glorie, in zijn nederigheid en zijn liefde, zegt hij tegen Thomas, kom Thomas, raak me aan. Steek je vingers in mijn wonden, steek je vingers in mijn zij. En toen zien we, en dan op dat moment zien we dat Sint Thomas vol berouw zich nederbuigt voor de Here en gelooft in de waarheid. Hij verrijst van scepticisme naar de waarheid toe. Het mooie is om te zien het gebied waar Sint Thomas vervolgens heeft verkondigd. Het was geen makkelijk gebied. Klein-Azië stond bekend om de vele invloeden die er waren en de oude tradities en de oude geloven. En mensen waren heel star in wat zij geloofden. En juist daar verkondigde Thomas de waarheid die hij zelf eerst nog niet durfde te geloven. En bracht hij mensen weer tot het geloof en tot bekering. Dus dit is een verrijzenis in waarheid. De verrijzenis in waarheid die Thomas nodig had om zijn discipelschap verder te kunnen uitvoeren. Zoals de verrijzenis dus voor al deze verschillende individuen verschillende betekenissen heeft gehad, wil ik jullie vragen om voor jezelf na te gaan waar jij behoefte aan hebt, waar jij de kracht van God goed voor kan gebruiken. Voel jij je misschien een beetje hopeloos? Voel jij je misschien een beetje waardeloos? Voel jij je misschien een beetje zoekende naar de waarheid en waar die dan precies is? Zoek daarbij God op. Zoek naar God, zoek naar de kracht van zijn verrijzenis en zoek naar die zingeving die er voor elk van ons is en die ook voor elk van ons anders is, omdat we allemaal verschillend zijn en verschillende behoeften hebben. Dus wat de Heer Jezus heeft gedaan, is ons de verlossing geschonken, helemaal gratis.
uit zijn genade, uit zijn liefde voor ons. En daar kregen we dan nog bij de kracht van de verrijzenis, de hoop van de verrijzenis, de eer van de verrijzenis en de waarheid van de verrijzenis. Die kregen we er allemaal bij. Maar dan moest ik wel, daar moet ik dan wel zelf mijn verantwoordelijkheid voor nemen. Ik moet daar zelf iets voor willen doen. Dus we zien dat Maria Magdalena haar verantwoordelijkheid nam en inderdaad naar de discipelen toe ging en had geluisterd. Ze had gehoorzaamd naar wat Christus had haar had gezegd. We zien dat Sint Petrus inderdaad, nadat hij zo in de put had gezeten, luisterde naar wat de Heer van hem vroeg en vervolgens in één zitting, in één preek, 3000 mensen heeft bekeerd. En dat is dan maar één, dan heb ik het dan maar over één ding wat hij heeft gedaan. We zien dat Sint Thomas inderdaad ook het geloof ging brengen op plekken waar anders mensen misschien nooit van het geloof hadden gehoord. Omdat hij de waarheid had gevonden en het andere mensen gunde dat ze deze ook leerden kennen. Dus kijk waar jij behoefte aan hebt en maak dat jouw misschien zwaktepunt of misschien kleine pijnlijkheid, maak dat dat ook jouw bron van kracht wordt samen met de Heer. Dat de Heer Jezus in jou dat stukje kan veranderen en dat stukje kan transformeren om jou op te heffen. Want wat wij als zien als eervol, dat is niet wat de Heer ziet als eervol. Wat wij zien als hoopvol, is niet wat de Heer ziet als hoopvol. En wat wij zien als waarheid, is niet wat God ziet als waarheid. Dus zorg ervoor dat God jouw pad verlicht daarin en maak gebruik van die verrijzenis. De hele Lijdensweek lang zeggen wij aan u zij de kracht en de glorie en de zegen en de roem. En wij als mens zonder God zijn maar heel klein. En het mooie wat we zien in de verrijzenis is dat deze mooie eigenschappen die aan God zijn, dat God die ons gratis schenkt. Zoals wij hebben gezien in de voorbeelden. Ik wens jullie een fantastisch Pasen toe, een gezegende dagen, de meest heilige week en de meest grote feest wat wij hebben in het christendom. En ik hoop dat wij alle van deze zegen kunnen genieten en kunnen deelnemen in de verrijzenis van de Heere Jezus. De Heer is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. Wij zien jullie bij een volgende aflevering van het Woord van het Leven. In naam van de Vader en de Zoon.